Inter Mungutapu uit tegen SNL. En we gaan naar die wedstrijd. Dit is een corner voor SNL van Michel Jalis. En Silenge King die kopt in. 1-0. Verrassende voorsprong voor SNL tegen de ploeg van Inter Mungutapu. Kopbal van Silenge King. Hier houdt Serberto Gemin Rivaldo Dorson vast. Die komt te vallen en het is een penalty voor de ploeg van Inter Mungutapu. Naldo Kwasi die nam de penalty perfect. Stuurde Marlon Makoisi de verkeerde kant op. En dat betekende 1-1 gelijk. Miquel Molle wordt hier goed weggestuurd, moet scoren, maar hij scoort niet. Wijks die goed inkwam, tikt 2-1 in. Gerald Wijks is dat. U ziet het, Wijks die intikt nadat Molle de kans had gekregen om te scoren en probeerde weg te gaan. Dit is een overtreding van Virgil Sedok op Rivaldo Dorson. Vrije trap voor Inter Mungutapu, net buiten het strafschopgebied. En Glerby Edwards neemt de vrije trap goed. Marlon Makoisi die kan niet bij de bal komen. Het wordt dus 3-1. En dat zou ook de ruststand worden van de wedstrijd. Rust dus. 3 Inter Mungutapu en 1 voor de ploeg van SNL. Hier trekt Gerald Wijks de bal voor. En het leider komt terecht bij Shamil Edwards. Die scoort 4-1. Goede actie dus van Wijks. Een assist. Korte corner van Gerald Wijks. Hij komt weer in balbezit. Trekt de bal voor. En de bal wordt gekopt door Rivaldo Dorson tegen de deklat. En de rebound wordt door Serginho Edwards ingekopt. 5-1 voor Inter Mungutapu. De kopbal van Rivaldo Dorson tegen de deklat. En de rebound die door Serginho Edwards wordt ingekopt. 5-1. Dit is een actie van Shamil Edwards. Geeft aan Miquel Molle. En die scoort 6-1. Heel veel doelpunten de laatste tijden bij de wedstrijden van de SVB Eerste Divisie. Molle nogmaals met zijn doelpunt, nummer 6 van Inter Mungutapu. 6-1 is de stand nu. En dit is een lange bal in het gebied van Inter Mungutapu. En Andwele Amoferi die speelt de bal te kort terug met zijn borst. En ja, Silenge King zegt dankjewel mijn vriend, scoort 6-2. En dit is een lange bal op Farencio Codrington hier op rechts. En hij legt de bal terug. En Rivaldo Benjamin die scoort het derde doelpunt van SNL. De stand is dan 6-3. Ja, hij bedankt de heren. En Karim Kwasi die wordt hier goed aangespeeld en hij tikt de bal in. Perfect, rondaf 7-3 de eindstand voor de ploeg van Inter Mungutapu op SNL. Ja, 10 doelpunten dus in de wedstrijd tussen Inter Mungutapu en SNL. En daarvoor scoorde Leo Victor 6 keer, dus 16 goals in 2 wedstrijden.